2005 drijft het lichaam van een jonge vrouw in de kleine jachthaven van Jambes in de Maas. Ze heeft een lichte huidskleur en bruin of zwart haar. Wellicht had ze een litteken in haar gezicht. Het is ongeveer 4 centimeter groot en bevindt zich rechts boven haar mond. De vrouw draagt modieuze kleding. Interpol, de Belgische politie en ons opsporingsprogramma Farouk willen deze vrouw identificeren, zodat haar familie en naasten afscheid kunnen nemen. Weet u wie deze vrouw zou kunnen zijn? Op het moment van haar overlijden is de vrouw tussen de 25 en 40 jaar oud. Dat betekent dat ze wellicht geboren is tussen 1965 en 1980. Ze is 1,63 meter groot. De vrouw heeft ook een litteken op haar buik, omdat haar blinde darm was verwijderd. De vrouw werd gevonden in de stad Namen, in het district Jambes. Daar, aan een kleine jachthaven met plezierboten, dreef ze in de Maas. Als u meer informatie heeft over deze vrouw, deel deze info dan zeker met de politie. Elke tip kan belangrijk zijn. U kan dit bericht ook delen via sociale media. Hoe meer mensen het zien, hoe groter de kans dat iemand haar herkent.